Onder het ijs zwemt de spanning. Wachten tot de barsten diep genoeg zijn. Iets bonkt, duwt, trekt, schuurt, schreeuwt tegen de onderkant van het zwarte ijs. Reset. Barstpatronen ontstaan. Onzichtbaar tot ze ineens daar zijn en onomkeerbaar. Onder het ijs zwemt de spanning. Wachten tot de barsten diep genoeg zijn. Iets bonkt, duwt, trekt, reset. Barstpatronen ontstaan. Onzichtbaar tot ze ineens daar zijn en onomkeerbaar. Onder het ijs zwemt de spanning. Wachten tot de barsten diep genoeg zijn. Reset. Barstpatronen ontstaan. Onzichtbaar tot ze ineens daar zijn en onomkeerbaar. Onder het ijs zwemt de spanning. Reset. Barstpatronen ontstaan. Onzichtbaar tot ze ineens daar zijn en onomkeerbaar. Reset. Barstpatronen ontstaan. Onzichtbaar tot ze ineens daar zijn. Reset. Barstpatronen ontstaan. Reset. Barstpatronen. Reset. Barst. Wat vonden jullie van de wat vonden jullie van de voorstelling deze keer? Nou, aangenaam. Ik moet hem nog even laten zinken. Ja, zal ik maar zeggen. De keer dat jullie hier zijn? Nee, tweede keer. Ja. Met die stilte waren jullie er ook bij? Met de stilte? December. Nee. Of, november. Nee. Een andere keer.
weet het niet meer exact. Het was wel vorig jaar inderdaad. Ja. Ja, we hebben wel een gestilte disco gehad, dus dat is... Oké. Okay. Wordt dit opgenomen of... Ja. Dames, wat vonden jullie van de voorstelling? Sorry? Ja. Heel spannend. Ja. Heel spannend. Nee, ik vond het echt heel spannend. Ik kreeg een beetje rilling. Eerste keer dat je hier bent? Nee. Tweede. Elke keer weer een verrassingspakket. Ja, dat wel. Eerste keer zijn jullie al hier. Dat is mijn derde keer. Tweede keer. We gaan gewoon door. Ja. Voor de volgende keer zijn we er weer bij? Wel opbouw in. Een soort van... Keer zijn we er weer bij? Ja, als ik kan wel, ja. Moet je wel bijzetten. Wat vonden jullie van de voorstelling? Ik vond het wel indrukwekkend eigenlijk. Ja, het kwam wel binnen. Eerste keer of al meerdere keren hier met tussenuur? Eerste keer dit, zo'n tussenuur heb ik nog nooit gezien. Ja. Elke keer is ook een verrassingspakket ook voor mij, want ik weet nooit wat ik moet verwachten. Ja, ik wist ongeveer wat er ging gebeuren, dus, maar toch blijft het iedere keer anders. Ja. Het is voor mij de eerste keer, dus ik ben verrast. Op de site van de Schouwburg en van de tussenuur kun je zien wat er, welke de volgende is in februari weer. Oké. Nou. Mensen, bedankt. Hoi.